Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Wat was dat? Doe het niet meer. Met zijn glazen bol. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Koltek. Goedemorgen, meneer Koltek. En welkom namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Onze commissie doet onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van de woningcoöperaties. En ook naar incidenten die daar plaatsvonden. We onderzoeken daarom wat er is gebeurd, hoe dat kon gebeuren. En zeker ook wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag is de laatste dag van onze tweede verhoorweek. En vandaag zullen wij ons wederom concentreren op Vestia. En dan met name het interne toezicht. In dat verband, meneer Koltek, wordt u zelf gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede. En u heeft ervoor gekozen om in dat verband de belofte af te leggen. Dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen, gaat u staan alsjeblieft. Zegt u mij na, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder ede. Neemt u plaats, meneer Koltek. Microfoon kan aanblijven het hele gesprek. U laat zich bijstaan door mevrouw Borjus. Ja. Welkom, mevrouw Borjus. Ik wijs u er wel op dat u zelf antwoord dient te geven op de vragen van de commissie. Ja? Wij starten met het openbaar verhoor en in dat verband is het woord nu aan collega Bashir. Meneer Koltek, u was van 2005 tot eind 2011 lid van de Raad van Commissarissen van Vestia. U was in dezelfde periode tevens eigenlijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vestia. Het orgaan dat primair dient als de interne toezichthouder en het toezicht op het bestuur moet uitoefenen. Zoals u weet is Vestia in grote financiële problemen gekomen als gevolg van het gebruik van derivaten. Onze commissie hoort u als een van de hoofdrolspelers in het Vestia-casus. Want in uw periode is het overgrote deel van de derivatenportefeuille van Vestia tot stand gekomen. Onze commissie zal u vragen stellen over het functioneren van het interne toezicht. In het bijzonder op derivaten en de beloningen van de directeur-bestuurder van Vestia, de heer Staal. Meneer Koltek, voor een goede taakuitoefening van de interne toezichthouder is het belangrijk dat de interne toezichthouder onafhankelijk en kritisch kan opereren. En daarbij is het van belang dat ze dat ook kunnen doen. Richting de voorzitter van, of de richting de directeur-bestuurder van Vestia, de heer Staal. En in dat kader willen we van u weten of het klopt dat u zelf door de heer Staal bent gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Commissarissen van Vestia. Ja, dat klopt. En klopt het ook dat u meteen gevraagd bent om voorzitter te worden van de Raad van Commissarissen? Ook dat klopt. Droeg de heer Staal eigenlijk vaker namen voor van commissarissen van Vestia? Ik heb drie keer meegemaakt dat er een vacature voor een commissaris ontstond. Bij twee keer daarvan was er sprake van een vertegenwoordiger van bewonersorganisaties. Een van de Haaglanden, een ander van de regio Rotterdam. En daar werd een
door de Raad van Commissarissen onderling bepaald welk profiel wij behoefte aan hadden bij de vervulling van die vacature. Dat werd overlegd met vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties. Die stelden een advertentie op en daar kwamen sollicitanten op. En die deden een bindende voordracht van twee figuren waaruit de Raad kon kiezen. En bij de derde vacature was een vertegenwoordiger die door de ondernemersraad zou aangezocht worden. En die vacature van de heer Luchten hebben wij toen heel duidelijk ook gesteld. Wij willen graag iemand hebben met een financieel-economische achtergrond. Daar was de ondernemersraad het mee eens en is toen de heer Molenaar voor aangezocht. Dus ik heb niet meegemaakt dat de heer Staal zei van die of die moet commissaris worden. Maar als er een vacature was, dan sluit u ook niet uit dat de heer Staal mensen benaderde van er is een vacature, je kunt solliciteren. Zul je aan de heer Staal moeten vragen? Maar dat sluit u niet uit? Of u weet misschien dat gebeurd is? Dat moet u aan de heer Staal vragen. Ik bedoel, ik heb dat niet meegemaakt. Dus, En u weet dat ook niet? Nee. Nee. Kunt u eigenlijk voor de commissie opsommen welke leden van de Raad van Commissarissen van Vestia uit het Haagse en Rotterdamse netwerk van de heer Staal kwamen? Ik weet waar de leden van de Raad van Commissarissen vandaan kwamen. Of zij tot het netwerk van de heer Staal behoorden, is voor mij niet recht duidelijk. En waarom is dat niet duidelijk voor u? Ja, omdat ik niet precies weet wat het netwerk van de heer Staal is. Ik weet ook niet wat u mee suggereert met die vraag. Misschien kunt u wat duidelijker en explicieter zijn. Bijvoorbeeld, ik zal een aantal namen noemen. De heer Luchten. Die was al commissaris toen ik aantrad. Ja, ja. Maar ik bedoel ook dus commissarissen die al commissaris waren toen u aantrad. Of die uit het netwerk van de heer Staal kwamen. Ik kende dus één, dat is de heer Luchten. En bijvoorbeeld iemand als de heer Noordanus? Die was geen commissaris toen ik commissaris was. Dat is een van mijn voorgangers. Ja, ja. Maar u zegt van, ik beperk me alleen maar tot mijn periode toen ik... Daar kan ik wat over zeggen. Ja. Had u eigenlijk het gevoel dat er voldoende tegenwicht was binnen de Raad van Commissarissen als het ging om de heer Staal? Ja, volgens mij wel. Volgens mij deden wij onze taak in openheid en oprecht. Voor zover we dat allemaal konden overzien en doen op een normale manier. Laat ik zo zeggen, ik heb ook ervaring met een ander commissariaat bij NV Groothandelsgebouwen. En daar wordt op dezelfde manier, naar mijn gevoel, het toezicht uitgeoefend als we bij Vestia deden. Ja. En waar bleek dat dan uit, dat u kritisch was? Wat zegt u? Waar bleek het dan uit dat u voldoende tegenkracht kon bieden en ook kritisch was binnen de Raad van Commissarissen? Kijk, onze vergaderingen waren over het algemeen hele kritische besprekingen. Waarin goed doorgevraagd werd naar het hoe en waarom, achtergronden, waarom besluiten genomen moesten worden. En in die zin was het een normale kritische benadering van het concern. Ja. U zegt van, ik kan op zijn minst één naam noemen uit het netwerk van de heer Staal, namelijk de heer Luchten. Misschien kunt u ietsje harder praten. Ik ga zelf al meer naar de microfoon toe. Maar... U zei dat u op zijn minst één naam kunt noemen dat uit het netwerk van de heer Staal komt, namelijk de heer Luchten. Ja, want dat weet iedereen. Dus ja, dat is u zelf ook? Ik ben zelf benaderd door de heer Staal. Ik weet niet wat u onder het netwerk van de heer Staal staat. Ik heb de heer Staal één keer ontmoet, toen ik gemeentesecretaris was van Den Haag. Toen heb ik een vrij lang gesprek met hem gehad. En daarna heb ik 5, 6 jaar niet meer van hem gehoord. Ik bedoel, dus in die zin was de heer Staal voor mij eigenlijk een redelijk onbekend iemand. Andere mensen, bijvoorbeeld mevrouw Baart? Mevrouw Baart is voorgedragen door de bewonersvertegenwoordigers uit Haaglanden. Een van de twee kandidaten die voorgedragen waren. Ja. Uit ons onderzoek blijkt dat ook zij door de heer Staal gevraagd is om te solliciteren op die vacature.
Nou, ja, ik weet dat niet. Vindt u eigenlijk dat de Raad van Commissarissen voldoende onafhankelijk is als mensen door de directeur-bestuurder zelf gevraagd worden om te solliciteren? Het was vrij gebruikelijk, in ieder geval in de periode dat ik gevraagd werd. Toen werd er nog niet zo vaak met advertenties en sollicitaties gewerkt. Het was een vrij gebruikelijke manier om mensen uit te zoeken, te benaderen, om toe te treden tot dit soort colleges. Ja. Dan wil ik met u verder naar de heer Staal zelf. Hij was de enige bestuurder van Vestia. Ja. Heeft u wel eens binnen de Raad van Commissarissen gesproken om een tweede man naast de heer Staal aan te stellen? We hebben meerdere malen, enige keren, net hoe je het wilt definiëren, gesproken over de bestuursvorm van Vestia en hoe daar het beste mee omgaan kon worden, ook naar de toekomst toe. We waren natuurlijk geïnteresseerd in de continuïteit van het bedrijf. En in die zin is het dus wel gesproken over wanneer een meerhoofdige bestuur noodzakelijk, wenselijk zou zijn. Maar er moest er wel een aanleiding toe zijn. En die aanleiding, die was er op dat moment niet. Maar we hebben er wel over gepraat. Want je praat natuurlijk ook over wat doe je als de bestuurder wegvalt, om wat voor reden dan ook. En wat was de reactie van de heer Staal? De heer Staal was geen voorstander van een meerhoofdig bestuur. Dat is bekend bij u. En daar hebben we kennis van genomen. Ik bedoel, als er geen aanleiding is om daar in die bestuursvorm verandering te brengen, dan is dan op dat moment ook de discussie daarover gesloten. En zaten er ook consequenties aan als u wel had doorgezet en een tweede bestuur had aangesteld? Kijk, als wij het noodzakelijk hadden gevonden dat er inderdaad een aanpassing zou komen in de bestuursvorm, dan had het waarschijnlijk ook betekend dat we een fundamentele reorganisatie van de hele Stichting Vestia hadden moeten opzetten. Dan sluit ik niet uit dat dat had geleid tot spanningen in de organisatie. Niet alleen tussen de heer Staal en de nieuwe bestuurder, maar ook met de bedrijfsdirecteuren. De werkmaatschappijen die ook een positie hadden opgebouwd in de loop der jaren in de organisatie. Dus als je dat doet, dan moet je dus feitelijk de hele organisatie tegen het licht houden van hoe je de bedrijfsstructuur dan opnieuw gaat inrichten. Ja, want u zegt ook van dat had tot spanningen geleid, maar dat zou alleen tot de spanning beperkt blijven. Of zou het ook consequenties kunnen hebben dat de heer Staal bijvoorbeeld heeft aangegeven van het is voor mij onacceptabel, dan ga ik weg. Ik sluit niks uit. Ik bedoel, maar een beetje moeilijk gissen. Je voelt wel dat er spanning ontstaat als je over zo'n onderwerp bezig bent. Wat niet wegneemt dat, als het nodig was geweest, we dat doorgezet hadden. Ja. En u zegt als het nodig was geweest, u zegt ook van er was geen aanleiding om een tweede bestuurder aan te stellen. Nee, want maar bijvoorbeeld in 2011 is de heer Staal ziek geweest. Ja. Was dat geen aanleiding om echt kritisch te kijken of er wel een tweede bestuurder nodig was? Je weet van tevoren natuurlijk nooit hoe ernstig ziek iemand is en hoe lang dat duurt. Ik heb toen wel overleg gehad, daarvoor ook al, van wat doen we bij langdurige afwezigheid? En daar hadden we een plan voor klaar die daarin zou voorzien. En wat was het plan? Het plan was dat we waarschijnlijk naar een tweehoofdige leiding voor een tussenperiode in ieder geval zouden gaan om zo'n wegvallen tijdelijk op te vangen en dan even de ruimte nemen om te kijken naar een totale structuur van de organisatie, hoe we die zouden inrichten. Maar voor de time being hadden we een plan waarbij ook al namen bekend waren van mensen die dat zouden kunnen opvangen. Heeft u ook wel eens met externe personen buiten Vestia gesproken over het aanstellen van een tweede bestuurder? Bijvoorbeeld met ambtenaren, de externe financiële toezichthouder of het Waarborgfonds? Nee,
Ik heb wel met de onderzoekers van CGG, die governance groep, die een pilotonderzoek gedaan heeft waaraan wij vrijwillig hebben meegewerkt, gepraat over zo'n situatie en met hun ook hun verteld wat de gedachten daarover waren en waar zij ook wel mee konden instemmen, waar zij begrip voor hadden. En, ja. In ieder geval daarover heb ik met hun wel gecommuniceerd. En u hebt ook niet met de mensen van Binnenlandse Zaken gesproken? Over, nee. Kijk naar de voorzitter. Meneer Koltek, het is bij Vestia gigantisch misgelopen. 2 miljard euro huurdersgeld verdampt. Dat is de reden dat onze commissie de organisatie onderzoekt van Vestia, hoe het zover kon komen. Dus daar hoort ook de relatie bij tussen de enige directeur-bestuurder die er heel lang zat en de Raad van Commissarissen, waarvan veel mensen er lang zaten. Want die Raad van Commissarissen is natuurlijk de interne toezichthouder die erop moet toezien dat die bestuurder alles goed doet. Dus dat is ook de reden dat onze commissie vraagt waar nou die commissarissen vandaan kwamen. Wil je dat onafhankelijk en kritisch doen, dat interne toezicht, dan zou in het ideale model de afstand tot de bestuurder, zeker als dat langjarig de enige bestuurder is, die zou zo groot mogelijk moeten zijn. Dan ben je onafhankelijk en kritisch. Ben u dat met me eens? Hij zal in ieder geval moet hij kritisch zijn. Of iemand nou lang of kort zit. Maar het hangt van de persoon af en van de chemie tussen personen. Of een kritische houding aanwezig is. En ik heb dat zelf, ik kan alleen voor mezelf spreken, ervaren dat die houding redelijk kritisch was. In een stichtingsmodel zoals Vestia, daar zijn geen aandeelhouders als derde macht in de corporate governance. Dat betekent dat die commissarissen eigenlijk een extra zware verantwoordelijkheid hebben om het rijlen en zeilen in de gaten te houden. Dus onze commissie is op zoek naar die onafhankelijkheid, de mate van onafhankelijkheid bij die Raad van Commissarissen van Vestia. Dat is zeker ook de reden dat collega Bashir vraagt naar dat netwerk van staal. He, waar we niet alleen mevrouw Baat en meneer Dijkhuizen en u zelf en meneer Luchten, die allemaal ergens in het voortraject wel eens contact hadden met staal of nou in hetzelfde gebied hebben gewerkt. Dus dat is de reden dat we daar de feiten van op een rijtje willen krijgen. Dus ik zou je toch nog een keer willen vragen, was dat nou ooit iets om bij stil te staan, dat er misschien toch wat veel mensen dan wel werden voorgedragen door staal, dan wel in het verleden met hem contacten hadden gehad? Ja, kijk. Natuurlijk praten we daar wel over. Waar we bijvoorbeeld over gehad hebben is van dat we op moesten passen dat er niet te veel bijvoorbeeld oud-wethoudersclubje zou worden. Of een bepaalde politieke kleur zouden krijgen. Dus dat soort afwegingen werden wel gemaakt. Kijk, die volkshuisvestings groep van mensen die interessant zijn voor dat soort functies, die is groot. Het netwerk van staal was groot. Dus dat je iemand tegenkomt die ooit een keer ontmoet heeft, lijkt mij bijna onvermijdelijk. Dat wil nog niet meteen zeggen dat het vriendjes van meneer Staal zijn en daardoor niet kritisch genoeg zouden kunnen functioneren in relatie tot zijn functioneren. Meneer Bashir. Meneer Koltek, we hebben gisteren en eergisteren gesproken over, of mensen verhoord over de informatievoorziening van de Raad van Commissarissen. Diverse banken maakten zich zorgen over de derivatenportefeuille van Vestia. ABN AMRO, Rabobank en ING hebben daarover brieven gestuurd naar Vestia. ING heeft zelfs de kredietrelatie opgezegd met Vestia. Daaruit zijn allemaal brieven gekomen, ook reacties van de heer Staal. De heer Luchten verklaarde dat hij die brieven nooit heeft gekregen. Commissaris was hij, samen met u. Hij was 16 jaar commissaris, u was 7 jaar commissaris. Ik corrigeer het even. De heer Staal verklaarde gisteren dat hij die brieven ook niet door heeft gestuurd naar de Raad van Commissarissen. Heeft u de brieven wel eens gezien? Nee, nooit. Of de heer Staal daarover gehoord?
Ik hoorde ook gisteren dat de verklaring van de heer Staal. Kijk, wij hebben die brieven nooit gezien. Nooit gekregen en geen informatie over gekregen. Dus ik kan begrijpen dat ik mij lichtelijk ontgoocheld voel dat soort belangrijke informatie onthouden is. En, of lichtelijk ontgoocheld is nog een understatement. Het is natuurlijk toch best verschrikkelijk dat je dit soort relevante informatie niet onder ogen krijgt. De heer Luchten verklaarde dat hij zich belazerd voelde door het onthouden van de informatie door de heer Staal. Hoe voelt u zich? Nou, kijk, de woordkeuze is, ik gebruik het woord ontgoocheld als een understatement. Maar je voelt je ongelooflijk in de steek gelaten, laat ik zo zeggen. Maar dit gevoel heeft te maken met wat er dus met Vestia gebeurd is. In een eerder gesprek met u heb ik al eens gezegd van, ik heb 50 jaar in die sector of aanverwant gewerkt. Met heel veel, laat ik zeggen, empathie en enthousiasme. Met name ook voor het sociaal-maatschappelijke kant van het werk. En wat je dus nu, wat ik in ieder geval persoonlijk ervaren heb, is toen dat debakel met Vestia boven tafel kwam. Dat je, laat ik zeggen, 50 jaar lang ontzettend belangrijk hebt gevonden waar je voor je ingezet hebt, dat het afgebroken werd. Dat de schade die ontstaat voor huurders, voor mensen bij het bedrijf, voor de oude wijken, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Dus wat voor term je ook gebruikt, ik weet, nou ja, hij gebruikt een andere term dan ik, maar ik vind het dus verschrikkelijk wat er gebeurd is. Dat je dus Je bent duidelijk, meneer Koolstek, niet geïnformeerd bent geweest of misleid bent. Maar dan bent de brieven geweest zelf, hè? Stel dat die brieven u wel bereikt hadden, wat had u dan gedaan? Hè? Nou, dan had er op zijn minst een aantal pittige gesprekken plaatsgevonden. Van wat is dit? Hoe kan dit? Hoe ga je hiermee om? Wat is er hier aan de hand? Het is. Er zijn misschien nog wel meer van dat soort incidenten geweest, van brieven, dat heb ik uit de pers in ieder geval begrepen, die wij ook niet gezien hebben. Dan wil ik, meneer Koolstek, met u even verder gaan. U bent hierover duidelijk geweest. Dan wil ik het ook hebben over de brieven. Ik wil u vragen ontnemen, maar ik moet iets van mijn emotie toch kwijt. Rondom dit onderwerp, wat rondom deze zaken. Ja, u bent 7 jaar voorzitter geweest van de Raad van Commissarissen. Wij willen als commissie ook graag inzicht krijgen hoe het stond met de financiële kennis en expertise binnen de Raad van Commissarissen. En hoe de Raad van Commissarissen toezicht hield op de financiën. Uit de informatie van onze commissie blijkt dat de Raad van Commissarissen gedurende lange tijd geen financiële specialisten in haar midden had. Hoe heeft u dan binnen de Raad van Commissarissen de financiële stukken in de praktijk dan beoordeeld? Wij dachten dat we met elkaar voldoende deskundigheid hadden om in ieder geval ook de juiste vragen te kunnen stellen rondom de financiële verslagen, jaarrekening, treasuryverslag, et cetera, et cetera. Managementrapportages. En dat, na de, laat ik zeggen, de financiële crisis 2008, hebben we gezegd van, wij hebben toch behoefte aan versterking op dat punt. Wij willen graag iemand in de Raad van Commissarissen hebben die nog meer financiële economische kennis inbrengt. Dat werd met name in 2009 wat pregnanter. En helaas heeft het nog tot laag zeg 2010 geduurd voordat de heer Molenaar ons kwam versterken. Maar wat we geprobeerd hebben is steeds door onze vraagstelling, en met name gericht op van wat betekent, dat is al begonnen in 2008, wat betekent de financiële crisis voor Vestia? Wat betekent dat voor de continuïteit van het bedrijf? Wanneer is het bedrijf in gevaar?
wanneer moeten bij ons de alarmbellen gaan rinkelen. En dat zijn vragen die eigenlijk elke vergadering van de Raad van Commissarissen weer opnieuw gesteld zijn. En waar wij op dat moment in onze ogen bevredigende antwoorden op kregen, gefiateerd of gedekt door de accountant en door externe rapportages die kwamen. Dus wat we geprobeerd hebben is elke keer toch weer te doorgronden van wat is er aan de hand, wat gebeurt er, wanneer komt de organisatie in gevaar. Ja, dan zou je met u toch naar een voorbeeld willen gaan, dan hebben we dat concreter. Je had net over stukken die niet naar de Raad van Commissarissen kwamen, maar een jaarrekening, neem ik aan, is wel in de Raad van Commissarissen besproken. Ja. En dan heb ik het over jaarrekening van 2008. Daar staat aangegeven dat de negatieve marktwaarde van de derivatenportefeuille op dat moment 762 miljoen euro bedraagt. Ja. Wat heeft u toen daarmee gedaan? Vond u dat geen waarschuwing? Toen het verslag over 2008 uitkwam, werd er geconstateerd dat we overliquide waren door het vroegtijdig aantrekken van geld en goede kasfaciliteiten bij de banken, dat die overschotten tegen kunstcondities belegd waren in staatsobligaties en dat het risico volledig beheersbaar was, dat we een rente tot min 3 aan zouden kunnen, wat wij zelf een beetje vreemd vonden, maar we hebben voor onszelf als norm genomen, zolang de rente niet beneden de plus 1 is, is dus kennelijk Vestia niet in gevaar en de organisatie niet in gevaar. En we zijn dus afgegaan ook weer op het oordeel van de accountant. Waar citeert u nu eigenlijk uit? U bent aan het citeren. Waar citeert... Ik citeer even, ik heb voor mezelf een geheugensteuntje gemaakt waarin ik... Okay. De verslagen van de Raad van Commissarissen even heb gescreend op dit soort dingen. En, om te laten zien... Ja, dat... maar wat voor actie heeft u toen uiteindelijk ondernomen naar aanleiding van de jaarrekening 2008? Er was geen actie noodzakelijk. Een bedrag van 762 miljoen in de min? Dat was het jaar erop alweer verdwenen. Dus ik bedoel... En u wist van tevoren dat het zou verdwijnen? En dat, hebben ons, dat bijvoorbeeld natuurlijk een keer hebben wij ons toen we dat zagen, wat gebeurt hier? Wat betekent dat voor de organisatie? Ja. Wanneer komt de organisatie in gevaar? Daar krijg je antwoorden op, gedekt door de accountant, afgedekt door de accountant, waarop zij van, jongens, het gaat goed, de problemen zijn beheersbaar, we monitoren het bijna dagelijks, en... Bij dat soort kritische grenzen gaat er gevaar ontstaan. Nou, die kritische grenzen waren nog ver weg. Dus wat je doet als Raad van Commissarissen is dat soort informatie tot je krijgen. En daar moet je dan op vertrouwen. U had over informatie die u kreeg, ook van de accountant. Daarom wil ik even met u naar de management letter 2009... en daarin staan passages over de grote mate van vrijheid van de heer De Vries. Hij was de kasbeheerder binnen Vestia. En daarin staat dat er een fraude-risico-analyse nodig is om te kijken of het omzeilen van de interne beheersmaatregelen door het management voorkomen kan worden. Het is een waarschuwing, het werd nog niet geconstateerd... Maar dan is de vraag van wat heeft u bijvoorbeeld met dit soort passages gedaan? Nou, de accountant heeft toen een fraudeanalyseonderzoek uitgevoerd. En daarover gerapporteerd dat alles in controle was. Nee, hij heeft gewaarschuwd voor de grote mate van vrijheid van de kasbeheerder. En hij heeft onderzoek naar fraudemogelijkheden gedaan en daarover gerapporteerd dat verder de situatie onder controle was. Ik bedoel... U zei net ook van... Volgens mij heeft de accountant in datzelfde rapport ook gezegd dat er actief beleid is en dat de administratieve organisatie hieromtrent voldeed aan het te stellen eisen. Dus dat is de informatie die je krijgt als Raad van Commissarissen.
de administratie voldeed aan het stelde eisen. En dat heeft u opgemaakt uit management letters? Ja, en uit het jaarverslag. En u heeft ook het rapportage ontvangen van Deloitte over de kwaliteit van de administratieve organisatie in zaken treasury? Ja, ontvangen. Dat heeft een vertaling gekregen in het verslag van de accountant over het jaar. Ja. En daar staat in dat het positief is. U zei net van in 2009 hebben we naar aanleiding van de jaarrekening uit 2008, waarin dat bedrag van 762 miljoen stond, negatieve marktwaarde van de derivatenportefeuille, heeft u gezegd van ja, het jaar daarop was het bedrag verdwenen. Maar een paar jaar later werd het bedrag veel meer, namelijk meer dan 3 miljard, de negatieve marktwaarde. En dan is mijn vraag van, had u niet veel scherper moeten zijn? Ja, ik kan al citeren uit de managementrapportage, of laat ik zeggen de accountantsverklaringen en de verslagen van de verschillende jaren. Elke keer komt naar voren dat de zaak in controle is. Deloitte heeft een onderzoek gedaan naar de Treasury. Het CGG heeft een onderzoek gedaan naar Vestia, waaronder naar de Treasury. Uitgewoon lovend over de Treasury, het CGG. Meneer Koltek, nu moet ik even ingrijpen. Want u zegt van CGG heeft een onderzoek gedaan naar Vestia en die was lovend. Ja. Ik heb het rapport hier voor me. En er staat, CGG heeft niet kunnen constateren dat de Raad van Commissarissen van Vestia daadwerkelijk invulling geeft aan de kritische toezichthoudende taak. Maar heeft u verder het rapport gelezen waarin staat dat Treasury op orde is, dat de Treasury deskundig is en weet waar hij het over heeft en de risico's goed indekt. Nu even deze passage, namelijk uw rol, uw verantwoordelijkheid. Ja, daarvan heb ik u een eerder gesprek verteld van dat ik die indruk niet gekregen heb uit de interviews die ik met CGG gehad heb. Dus als de CGG zegt van u doet uw taak niet goed, uw werk niet goed. Dat staat er niet volgens mij. Maar, er staat, CGG heeft niet kunnen constateren dat de Raad van Commissarissen daadwerkelijk invulling geeft aan de kritische toezichthoudende taak. Ik zou ook niet weten hoe ze dat moeten constateren, maar dat is dus een ander verhaal. Wij hebben het gevoel dat wij voldoende kritisch hebben gehandeld naar de bestuurder. En wij moeten afgaan op informatie die we krijgen van de bestuurder, uit de organisatie. We hebben als de externe toezichthouders die informatie verschaffen over hoe het gaat. De accountant die positief of lovend is. CGG. Dus ik probeer alleen maar te schetsen. Ja, maar u zegt van ja, ik ben daar niet mee eens. Ik probeer niet het te zeggen van CGG. Dat een soort vrij te pleiten van wat dan ook, maar ik probeer alleen maar een beeld te schetsen van waar je op afgaat als toezichthouder, wat die informatiebronnen zijn en daar moet je het mee doen. Ja, het rapport van CGG schrijft ook dat de Raad van Commissarissen met name moet kijken naar de deskundigheid op het terrein van financiën en klopt. Treasury. Daar waren we ook mee bezig en daarvoor hebben we de heer Molenaar aangetrokken. En dat was pas in 2010? Dat was in 2010, de heer Molenaar. De heer Molenaar is aangetrokken vanwege zijn deskundigheid ook op punt van derivaten. Ik kijk naar de voorzitter. Meneer Koltek, waar we als commissie vooral in geïnteresseerd zijn als het gaat om kennis en kritisch vermogen bij de Raad van Commissarissen, is het feit dat we al in 2010 een variabele leningportefeuille zien van ongeveer 1 miljard. Daar staan toen al 10 miljard euro aan derivaten tegenover. Die variabele leningen die blijven schommelen rond 1 miljard en die derivaten gaan naar 17 en uiteindelijk naar 23 miljard. En bij die derivaten zitten uiterst complexe producten die behalve misschien meneer De Vries verder niemand begreep. In ieder geval meneer Luchten niet en meneer Staal niet. Ik weet niet of u ze begreep. Dat is in ieder geval een feit. Wat we ook constateren is een rapport van het CGG waarin gewoon letterlijk staat een uitgebreider bestuur is gerechtvaardigd. CGG constateert niet dat er sprake is van een kritische toezichthoudende taak. Er is sprake van een zeer dominante bestuurder. De RVC zou de schijn van belangenverstrengeling bij individuele commissarissen nog eens kunnen bezien. CGG heeft het idee dat de Raad van Commissarissen voor de bestuurder eerder een klankbord is dan een kritische toezichthouder.
Vestia werkt veelal informeel. Louter de omvang van Vestia vraagt al om meer formalisering van procedures, vastlegging van beslissingen, compliance officer aanstellen, interne accountant aanstellen. Allemaal net niet gebeurd. En u zegt meneer Molenaar kwam en het was in orde. Maar we zien dat die derivatenportefeuille maar blijft groeien. En die complexe producten blijven maar groeien. Dat is dus de vraag van de commissie, meneer Koltek. U zegt, wij waren kritisch genoeg. De feiten wijzen toch iets anders uit. Dus hoe zit u daar nu zelf in? Hoe kon u dan denken, ik als commissaris weet wat er in deze tent omgaat, kijken naar al die derivaten? Ja. Kijk, ik kan nogmaals alleen maar wijzen dat je voor een behoorlijk deel afhankelijk bent van informatie die je krijgt. Want wat je niet weet, kun je ook niet, weet je ook niet. Dat je gesteund wordt door rapportages van de accountant, van de toezichthouders, waarin het allemaal, nou, Hosanna is wat overdreven, maar waar het allemaal, laat ik zeggen, positief zijn. Dat op al onze vragen van gaat het nog steeds goed, geen gevaar voor de continuïteit van de organisatie, je positieve antwoorden krijgt, die weer onderschreven worden door de accountant, ja, dan. Ik snap uw vraag heel goed en begrijp me ook dat ik daar zelf ook mee worstel. In die zin van, wat hebben we nou gemist en waar is het nou verkeerd gegaan? Want ik vind het minstens net zo erg als u, laat ik dan zo zeggen, wat er gebeurd is. Maar ik heb het gevoel voor mezelf gewoon dat ik naar eer en geweten heb gehandeld. En ik ben eigenlijk ontzettend blij met jullie onderzoek. Ik heb ook aan andere onderzoeken die door Vestia geïnitieerd zijn, vrijwillig en in alle openheid meegedaan. Want ik ben net zo nieuwsgierig, nou, als iedereen, van wat is er nou eigenlijk gebeurd? Want het is voor mij nog steeds een black box. Mm-hmm. En ik hoop dat door uw rapportage en door andere dingen die boven tafel komen, dat beeld nou eens een keer ingevuld gaat worden. Want ik ben bijna net zo vertwijfeld als u over wat is nou eigenlijk gebeurd. Goed, meneer Kolter, we zetten een stapje verder. Ik wilde graag even terug naar het moment dat die derivatencrisis zich openbaart. Vestia vraagt dan aan WSW nog een keer om extra borging om die liquiditeitstekorten op te vullen, maar dat gebeurt niet. Dan ontstaan acute. Heeft u over 2010? Nee, ik heb het nu over 2011. 11, oké. Eind 2011. Ja. Daarna komen de acute financiële problemen. En vervolgens gaan allerlei betrokkenen achter de schermen aan de slag om Vestia vooruit te helpen. Hoe reageerde nou de Raad van Commissarissen op die eerste melding van de heer Staal, dat er eigenlijk al stevige discussie was met het WSW over verdere borging in de loop van 2011? Wij waren natuurlijk ontzettend bezorgd van, hé, wat gebeurt hier? Alleen is in die bijeenkomst van september, waarin de eerste mededeling door Staal werd gedaan, de urgentie nog niet bij ons overgekomen. Omdat die mededeling op een zodanige manier was ingekleed, dat verwacht werd dat er een brief van met een week zou komen. We kwamen er wel uit. Het zou wel geregeld worden. Dat was ongeveer de sfeer. En ik heb dat ook in een ander onderzoek gezegd. Eigenlijk op het moment dat de heer Molenaar en ik op het departement moesten komen in december 2011, pas bij ons het doordrong van dat er dus veel en veel en veel meer aan de hand was dan wij bevroeden. Vanaf wanneer was dat, zegt u? Vanaf, volgens mij zijn we in december, begin december, op het departement geweest. En toen kwamen we er pas eigenlijk achter, de verbijstering bij ons van,
Ja, er is veel en veel meer aan de hand dan wij vanuit informatie die we gekregen hebben ooit hadden kunnen bevroeden. Dat is toch schokkend als u dan daar als commissaris op dat moment daar pas achter komt? Dat probeer ik ook steeds maar boven tafel te krijgen. Dat is inderdaad schokkend. Maar echt. Ja, u was er wel zelf bij als commissaris. Dat is natuurlijk onze vraag. Hoe kan dat dan? Hè? Ja, dat weet ik ook niet. Dan kan ik alleen maar zeggen dat we dus gedesinformeerd zijn. Op 7 december 2011 dan brengt u met de heer Molenaar... 7 december, oké. Okay. ...die als financiële man is toegevoegd aan de Raad van Commissarissen een bezoek aan de minister. Ja. Toen nog minister Donner, volgens mij. En de financieel toezichthouder, het Centraal Fonds en ook het Waarborgfonds, WSW, zijn erbij aanwezig. Dan is er de meneer Frequin van het ministerie, die is directeur-generaal Wonen. Die geeft bij dat gesprek aan, dat blijkt uit ons onderzoek, dat de minister al werkt aan een aanwijzing voor Vestia. En dan worden de maatregelen die dan genomen moeten worden besproken. Welke eisen stelde toen het ministerie aan Vestia? Volledige medewerking verlenen aan alles wat nodig is om de zaak op orde te krijgen. Die hebben we ook toegezegd. Dat was uw reactie? Nou, wat ik net zeg, verbijsterd. Nee, maar u zegt het toe, we werken volledig mee. Wij werken volledig mee. Tuurlijk. Ik bedoel... Maar voor die 7e december, zegt u, was u eigenlijk niet op de hoogte van de omvang van het ontploffende debakel? Nee. In dat gesprek van 7 december werd daar al door een van de aanwezige partijen gezinspeeld op een vertrek van directeur-bestuurder Staal? Nou, dan moet ik... U begrijpt dat gesprek heeft mij buitengewoon in verwarring gebracht, dus ik probeer even dat terug te halen. Neemt u eens een slokje water? Dan... Ik geloof... Ik weet niet, ik geloof niet dat in dat gesprek dat al aan de orde geweest is. Maar wanneer wel? Dat moet later geweest zijn. Maar ik ben toen niet meer bij die gesprekken aanwezig geweest die daarop volgden met het departement. Dat heeft toen de heer Molenaar gedaan met mevrouw Baart samen. Want ik was niet meer... om gezondheidsredenen eigenlijk niet meer goed in staat om op dat moment echt optimaal in deze situatie te functioneren. Dus ik heb toen gevraagd of de heer Molenaar dat over wilde nemen. Heeft het ministerie wel bij die gelegenheid, dan heb ik het over 7 december 2011, wel al gehint op een vertrek van uzelf als voorzitter van de Raad van Commissarissen? Nee. Niet dat ik me dat herinner. En nogmaals, dus ook niet over het vertrek van Staal? Hoe was dat nou de beleving? Was dat pijnlijk voor de commissarissen om min of meer op het matje geroepen te worden bij het ministerie? Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk pijnlijk. Maar ook, ik heb toen ook gevraagd aan aanwezigen, met name ook de heer Van der Molen van het Centraal Fonds, van hoe is dit nou in hemelsnaam mogelijk? Dat moet dus in een half jaar tijd of zoiets iets gebeurd zijn, want ja, we hadden dus... in mei, juni nog een fusie aangegaan met Stadswonen Rotterdam. Waarin de doelstelling van de fusie was dat Vestia zou voorzien in de lange termijn financiële behoeften van Stadswonen, omdat die dat zelf niet konden. Die fusie die is door iedereen bekeken, goedgekeurd, er moet een boekenonderzoek geweest zijn. En toen heeft niemand gezegd van, is dat nou een verstandige actie of zo, gezien. Dus voor mij was het buitengewoon verrassend wat daar allemaal boven tafel kwam. Ja, dan wijs ik u wel even op eind 2008 toen die rentedaling zich voordeed. Toen bedroeg de negatieve marktwaarde al 762 miljoen. Maar die was daarna weer verdwenen. Dus, maar het feit dat dat wel kon, zo'n astronomische negatieve waarde. Maar er was liquide middelen tot 2 miljard aanwezig om eventueel problemen op te vangen op een bepaald moment. Dus en er werd gewaarborgd door het WSW... wezen voor de positie van Vestia was dat
Ja, was dat een tijdelijk iets? Als ik u dan vraag van achteraf, dan weliswaar. Wat zou je nou gedaan hebben achteraf om beter toezicht te houden als commissaris op dit hele treasury- en derivatenverhaal? Zodat het misschien niet ontploft was? Ja, ik vind het zo achteraf praten zo ontzettend makkelijk. Met alles wat je nu weet, is dat natuurlijk... Ja, vind ik ook niet correct om nu te zeggen van kijk eens hoe slim ik dan geweest zou zijn of zo. Ik bedoel, dat... Maar je had dingen wel anders gedaan, laat ik het zo vragen. Ja, lijkt me wel. Meneer Bashir. Meneer Koltek, de voorzitter van, of de directeur-bestuurder van Vestia, de heer Staal, die verdiende in uw tijd, althans hij kreeg als beloning in totaal 500.000 euro, inclusief vakantiegeld en pensioenbijdrage. Vindt u dat passend voor een woningcoöperatie? Ja, nu niet meer, in deze tijd. Maar u weet ook hoe... Toen wel? Hoe de situatie ontstaan is. Nee, u zegt van nu in deze tijd niet. Nee. Maar toen was het wel passend. Passend. Kijk, het was een feitelijke situatie. Ik heb u verteld, toen ik aantrad, begin 2006... We al vrij snel in die WOP-discussie zaten over inkomens in de corporatiewereld. Erg veel te doen was, omdat toen de salaris in de openbaarheid kwam, kamervragen, wij daarover gepraat hebben. Ontboden ben bij de minister om daarover te praten, met het verzoek of daar niets bij wat minister aan Dekker kon worden. Was dat, wat zegt dat u? Was bij minister Dekker. Ja. Ik meen twee keer met minister Dekker daarover gesproken heb, met de heer Staal gepraat heb of hij bereid was om vrijwillig tot verlaging van zijn salaris over te gaan. Dat was hij niet. Als werkgever kon ik niet tot verlaging van zijn salaris overgaan. Ja, ofwel, maar dan hadden we dus waarschijnlijk allerlei procedures gekregen en gang naar de rechter en hoge onkostenvergoedingen en dat soort dingen meer. Daarover is zegt u gerapporteerd hiermee dat, aan de minister. Meneer Koltek, het departement heeft zegt u hiermee dat, het personeelsdossier van Staal. Meneer Koltek, excuus. Ja, sorry. Ik wil even mijn verhaal afmaken. Ja, ik wil u aanvullende vragen stellen hierover, wat u net verklaarde. Zegt u hiermee dat het voor de heer Staal onbespreekbaar was dat zijn salaris groep achteruit zou gaan? Ja. Hij zegt, dit is een afspraak en die afspraak moet nagekomen worden. Ja, en u zegt eigenlijk van, dit waren afspraken uit het verleden waar ik niet zoveel meer aan kon veranderen. Die afspraken uit het verleden, die wilde hij dat die nagekomen werden. En wat wij dus, we hadden toen een keus van, ga je een conflict aan? Of accepteer je de situatie? Als je conflict aangaat, dan krijgen we rechtszaken, schadeprocedures, reorganisatie, waarschijnlijk tweehoofdige leiding van het bedrijf. Met de daarbij behorende salariskosten. In financiële zin was dat denk ik geen aantrekkelijke avontuur. En er kwam bij dat iedereen enthousiast was over het functioneren van de heer Staal. Even los van zijn inkomen, maar bij zijn prestaties was iedereen enthousiast over, tot en met het departement toe. En wat wij dus toegezegd hebben aan minister Dekker, en wat later door minister Winsemius schriftelijk bevestigd is, is dat als er een vacature ontstaat, dan houden wij ons qua beloning dan aan de dan geldende richtlijnen en afspraken. En de Winsemius heeft uiteindelijk geschreven dat de discussie over het salaris wat het departement betreft gesloten was. Ja, dat was dan in 2006 en 2007. Maar als we met die stukje verder gaan in de tijd naar 2010, dan blijkt dat er binnen Vestia onduidelijkheid is over
het pensioen van de heer Staal. Ja. En vervolgens is daar opheldering over nodig en daar wordt een brief voor opgemaakt. Kunt u vertellen hoe dat gegaan is? Ik werd, even nadenken hoor, was dat 2008, 2009... Ergens in die omgeving hoorde ik van, of werd ik geconfronteerd met de problematiek van het pensioen van Staal. Er werd mij voorgehouden dat er afspraken uit het verleden waren dat hij een pensioen kreeg gebaseerd op 70% van het eindloon. Op zich een afspraak die mij toen niet vreemd in de oren klonk, omdat ik uit een periode kom dat die vrij gebruikelijk waren, dat soort afspraken. Dus heb ik gezegd van nou, als dat zo is, is dat zo. Maar waar ligt dat vast? Nou, toen bleek dat het nergens vast lag. Ik zei, nou ja, dan is die afspraak er dus niet. Het spijt me, maar als er geen document is waaruit blijkt dat die afspraak inderdaad gemaakt is, is die er niet en kan dit ook niet gehonoreerd worden. De heer Luchten die dat allemaal heeft meegemaakt, ook die totstandkoming van die afspraak. Ik heb gezegd, joh, hoe zit dat nou? Jij weet er toch alles van? Nee. En als dat inderdaad het geval is, kijk, ik wil best als werkgever naar de werknemer een op een nette manier optreden, maar dan moet ik wel iets hebben waaruit blijkt dat dat waar is. Nou, toen is een brief gekomen, ondertekend door de toenmalige voorzitter, de toenmalige secretaris die die afspraak gemaakt hebben. Waaruit bleek dat hij inderdaad dat geval was, dat dat de bedoeling was, dat het de afspraak was. En toen hebben ze gezegd, oké, dan moeten we nu gaan uitrekenen wat daar de consequenties van zijn. En kunt u nog namen noemen? Wie hebben de brief getekend? De brief was ondertekend door de heer Nordanus en de heer Luchten. Ja. En wat waren de gevolgen van die brief? Nou, dat er gerekend ging worden van wat betekent dat dan? En wat betekent dat? Daar zijn toen twee bureaus mee aan het rekenen geslagen, pensioenbureaus, wat dat zou betekenen. En ja, daar kwam een bedrag uit wat nogal hoog was. Maar goed, als dat de consequenties was, dan was dat de consequenties. En toen is dat bedrag ook uitbetaald? Ik neem aan van wel, ja. In 2010? Nou, ik heb begrepen dat het uitbetaald is. Dat heb ik ook gisteren gehoord. Maar dat was weer in de periode dat ik niet zo aanspreekbaar was. Dus ik heb die afronding niet bewust meegemaakt. Ik kan u ook niet vertellen hoe dat gegaan is, op welke dag of op wiens initiatief. Ik moet daar helaas over het zwijgen doen, want ik kan daar niks zinnigs over zeggen. Want ik heb dat niet echt bewust meegemaakt. Dat zou u aan de heer Molenaar moeten vragen, want die heeft dat allemaal begeleid. En dan een stukje verder, want daarna blijkt dat er ook opeens het pensioen gefixeerd moet worden. Dat is een voorstel van de heer Wevers, dat het pensioen gefixeerd moet worden ongeacht de datum van de uitdiensttreding van de heer Staal. In opdracht van wie heeft de heer Wevers dat voorstel gemaakt? Ik weet niet of waar u het over hebt. Over de pensioenbijdrage van de heer Staal. Exact te zijn er 3,5 miljoen wat uiteindelijk uitbetaald is. Ja. Nou, de heer Wevers heb ik gevraagd of hij contact met die twee pensioenbureaus wilde onderhouden. Want ik heb geen verstand van pensioenen. Dus hij als financieel directeur gevraagd of hij dat wilde begeleiden. En met een verstandig advies wilde komen. Kunt u aan de commissie uitleggen waarom er na de door de heer Luchten en door de heer Nordanus ondertekende brief in 2010 en de depositstorting van het geld die hieruit volgde, alsnog een nieuwe overeenkomst nodig was, waar dus die 3,5 miljoen uit voortkwam? Ik kan u even niet volgen. Nee, want u haalt volgens mij, en dan moet u mij corrigeren als het niet klopt, u haalt volgens mij twee dingen door elkaar. Er is in 2010 een brief gemaakt, waardoor als gevolg daarvan, zal ik mijn vraag even stellen? Ik heb een brief van 10 januari 2010, ja. Waarin staat dus dat de heren die ooit die afspraak hebben gemaakt. Ja. En op grond van die brief heb ik gevraagd aan de heer Wevers, zoek uit wat daarvan de consequenties zijn.
ja, daaruit zijn de consequenties gekomen dat er een depositorting heeft plaatsgevonden. Ja. En later dus ook een gefixeerde uitbetaling van 3,5 miljoen euro. Ja. En dan is de vraag van waarom moest naast die depositorting ook nog eens 3,5 miljoen euro uitbetaald worden? Nee, niet naast. Die borgstelling is in twee fases gegaan. Dus twee keer? De eerste keer was er globale indruk van wat dat zou betekenen. We hebben gezegd van laten we dat dan vast op het depotrekening zetten. En bij de definitieve berekening van die aanvulling is de rest in depot gezet. En kunt u aan onze commissie nu uitleggen van hoe het kan dat er ondanks de commotie die in 2006 ontstond, de afspraken die u met de ministers hebt gemaakt, dat er alsnog zo'n groot bedrag over is gemaakt in twee delen? Omdat u er gewoon recht op had. Maar u zei zelf net van ja, er was helemaal niks geschreven. Ja, maar hij... Kijk. Er was helemaal niks op papier vastgelegd. En er komt opeens een brief in 2010, al die commotie. Ik heb die brief van januari beschouwd als een bevestiging dat die afspraak gemaakt was. En dan vind ik dat je als werkgever dan ook daarna moet handelen. Ik beschouwde die brief als een rechtmatig iets van een afspraak die gemaakt was. Kijk naar de voorzitter. Meneer Koltek, ons is duidelijk gebleken, ook gisteren in voor met de heer Staal, dat in een eerdere fase hij gewoon pensioen heeft opgebouwd. Dat is allemaal apart gezet, dat waren premies bij elkaar een paar miljoen euro. Dat is pensioen van Staal. Ja. Daarna moet hij weg, of hij gaat weg, want de vulkaan ontploft, Vestia valt om, Staal de deur uit. 3,5 miljoen wordt in 40 minuten tijd overgemaakt. Daar zit dan een reparatie van pensioen in. Bovenop die miljoenen aan premies die elders staan. Dus het is extra. Plus het nog eens een jaarsalaris erbij. Ja. Dat is dan toch de facto een vertrekregeling. 40 minuten, hier heb je 3,5 miljoen. Bedankt voor je geweldige diensten. Dat bedrag, dat jaarsalaris, is een bedrag wat feitelijk een dading is van allerhande andere afspraken die in het verleden ooit gemaakt zijn met Staal over zijn bezoldiging, over nakalculaties, over als hij zou vertrekken, zouden door onafhankelijk deskundigen bepaald moeten worden wat zijn salaris was achtergebleven ten opzichte van anderen. Mm-hmm. Er lagen dus nog allerlei claims waarvan ik, toen ik met dat pensioen bezig was, zei van nou wil ik ook van al dat glazen af zijn. Ik wil, ik heb daar met de heer Molenaar uitgebreid overleg over gevoerd. Ik wil niet iemand, een opvolger, eventueel opzadelen met dat soort gedoe uit het verleden. Laten we nu in één keer, nu we die, dat pensioen regelen, ook al die halve hangende afspraken die, waar ik ongelooflijk geïrriteerd over raakte, dat hij steeds weer boven tafel kwam. Laat hij die nou afwerken en via een eenmalig bedrag, zeg van, dan rekenen we dat af. Dan zijn we af van. Het is gruwelijk misgegaan bij Vestia. Je had toch ook als commissaris kunnen zeggen, hij krijgt niks, laat hem dan maar procederen. Ja. Laten we dat maar eens even afwachten. Heeft hij nog wel ergens recht op? Hij heeft het verprutst. Dat had hij natuurlijk ook kunnen zeggen als commissaris. Nou, en dan komt u op een punt waar ik net zeg van, daar weet ik gewoon meer te weinig van af, omdat ik er toen nogal afwezig was. Het feit dat dat betaald is, was naar mijn mening gewoon een onderdeel van de juridisch getoetste manier van afscheid kunnen nemen van Staal. En als dat opengebroken was, dan was er waarschijnlijk heel wat anders uitgekomen. Maar dat moet u echt even aan meneer Molenaar vragen, want ik kan daar te weinig informatie over geven. Meneer Koltek, ik wil nog een aantal vragen stellen over de andere vergoedingen die de heer Staal heeft gekregen. De totale autokostenvergoeding van de heer Staal bedroegen tussen 2000 en 2009 bijna 288.000 euro. De rekeningen werden ingediend via zijn onderneming Meester E. Staal BV. Was de Raad van Commissarissen op de hoogte van de omvang van dit bedrag?
Nee, ik denk het niet. Was de raad van de commissarissen op de hoogte van de wijze waarop dit gebeurde, namelijk via zijn BV, meester E. Staal BV? Dat zal u een toenmalige raad moeten vragen, want dat... Want u zegt van tussen 2000 en 2009 heb ik niet in de raad van commissarissen gezeten? Er was een periode toch dat u zelf de voorzitter was van de raad van commissarissen. U was zijn werkgever. Ja, maar die bijverdiensten van Staal, daar heeft u het nu over? Nee, ik heb het niet over zijn bijverdiensten. Ik heb over de auto-onkostenvergoeding. Oh, auto-onkostenvergoeding. Die de heer Staal kreeg van u als voorzitter van de raad van commissarissen. Nou, die kreeg hij van het bedrijf, hoor. Ja, u was zijn werkgever. Dat was gewoon een afspraak met het bedrijf. Ja, en hij kreeg dat via zijn eigen BV. Dat weet ik niet. Daar was ik niet van op de hoogte. U hebt nooit bonnetjes bekeken of laten controleren of afspraken daarover gemaakt? Ik heb met de heer Staal gepraat over nevenfuncties, over het hebben van andere inkomsten, over ingewikkelde regelingen of zo. En mij is altijd bezworen dat er geen neveninkomsten waren, dat er geen rare constructies waren. Dan wil ik met u nog een ander aspect belichten, namelijk op een gegeven moment heeft de heer Staal zijn auto verkocht aan Vestia. Toen is ook een chauffeur ingehuurd door Vestia. En uit onze informatie blijkt dat de heer Staal de chauffeur van de heer Staal in dienst was van een BV waar de heer Staal voor 1/3 aandeelhouder was. Bent u hiervan op de hoogte? Nee. De heer Staal is op ons verzoek in een auto met chauffeur gaan rijden na het ongeluk wat hij gehad heeft. Wij vonden het risico te groot dat er iets ernstigs zou gebeuren. Dus uitdrukkelijk op verzoek van de Raad van Commissarissen is toen overgegaan tot een bedrijfsauto en een chauffeur. En hoe dat organisatorisch geregeld is, weet ik niet. Dus u zegt, ik als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vestia heb niet geweten dat de chauffeur van de heer Staal, die betaald werd vanuit Vestia, in een bedrijf zat waar de heer Staal zelf ook nog voor 1/3 aandeelhouder was. Weet ik niet. En ik vind dat ook, nu ik dat hoor, denk ik van, nou, dat is dus echt in strijd met de afspraken. Want dat zie ik als een vorm van een nevenfunctie. En dat is niet gemeld. Dan iets anders, meneer Koltek. Ik ga naar de volgende met u. Namelijk de totale uitgaven met de creditcard van de heer Staal. Tussen 2000 en 2012 bedroegen die €640.000. En uit informatie van onze commissie blijkt ook dat vaak daarmee contante opnames zijn gemaakt. Wat waren daar de afspraken over? Ik was niet van op de hoogte dat hij een rekening courant relatie met Vestia had. Dus u weet niet dat er een bedrag van €65.000 in het buitenland opgenomen is met de creditcard van de heer Staal? Nee. Heeft u ook nooit afspraken over gemaakt? Nee. Maar u was de voorzitter van de Raad van Commissarissen? Dat weet ik, ja. Dat weet ik. Als u dit nu allemaal hoort, wat is dan uw reactie? Ja. Wat moet ik hier nou op reageren? Dan wil ik toch nog even terug naar dat rapport van CGG. Die een conclusie had, namelijk dat zij niet hebben kunnen constateren dat de Raad van Commissarissen functioneerde. Begrijpt u het nu wel? Nee. Ik herhaal dat ik naar eer en geweten gehandeld heb. Dat ik verschrikkelijk vind wat er gebeurd is. Met alle consequenties van dien die het heeft gehad. Voor iedereen, voor medewerkers, voor de huurders, voor de oude wijken. Ook voor mij persoonlijk. En
Ja, ik hoop gewoon dat heel veel dingen boven tafel komen. Maar ik kan het verleden niet veranderen. Meneer Koltek, ik geef tenslotte het woord aan collega Mulder. Dank. Meneer Koltek, u heeft vanochtend gezegd dat u uw taak deed in oprechtheid, in openheid. De Raad van Commissarissen was redelijk kritisch en onafhankelijk. En tegelijk zegt u, ik ben in de steek gelaten, gedesinformeerd, verbijsterd, ongelooflijk en pijnlijk. En mijn vraag is, wat bent u nu eigenlijk? Bent u het slachtoffer van de heer Staal? Of bent u iemand, een varende toezichthouder, die onvoldoende toezicht heeft gehouden op de heer Staal? Nou, ik ben gewoon Sievert Koltek en ik wil mij niet zien als slachtoffer. Dat is een privézaak. Maar ik word hier niet vrolijk van. En ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Echt ontzettend spijtig wat er gebeurd is. Maar ik kan het niet terugdraaien. En wat is uw verantwoordelijkheid daarvoor? Ja, ik denk dat dat de formele verantwoordelijkheid is. Ik bedoel, ik kan me niet verantwoordelijk voelen voor alles wat gebeurd is. U was de baas van de heer Staal. Ja. Ja. Ja, baas. Ik was voorzitter van de Raad van Commissarissen. En de Staal was de bestuursvoorzitter. En in die zin, in formele zin, bepaal ik of die zijn salaris en of die ontslagen wordt of aangenomen wordt. In formele zin. Maar bent u nou verantwoordelijk of niet? Het is uit de hand gelopen, hè? Is 2 miljard verdampt? Ja. En u stond erbij? Ja, ik keek ernaar waar u het achteraan. Nee, dat vraag ik aan u. Nou, ik heb niet het gevoel dat ik er alleen maar naar keek. Ik heb gewoon, daarom zeg ik, ik heb het gevoel dat ik de invulling aan mijn verantwoordelijkheid op een correcte en open en eerlijke manier gegeven heb. En dat het misgaat, is verschrikkelijk. En daar heb ik last van. En daar heb ik niet alleen last van, maar heel veel mensen. Dus ik vind dat op zich onbelangrijk. Dat is privé. En hoe ik daar privé over denk en over mensen die dat georganiseerd en gedaan hebben. En ik vind het verschrikkelijk voor de volkshuisvesting, voor de collega-corporaties, voor de huurders. En wat moet ik er nou nog meer van zeggen? Ik bedoel, ik ga voor u door het stof. Is dat zo? Ja, dat, nou ja. Want eigenlijk zegt u, ik ben ook benieuwd naar die blackbox, maar je bent onderdeel van die blackbox. Ja. 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 En we hebben vorige week gehoord dat een krachtige bestuurder verdient een krachtige raad van commissarissen. En was u die krachtige voorzitter van die raad van commissarissen? Ja. Hij heeft vorige week denk ik ook van Thompson gehoord dat het heel erg ingewikkeld is om die balans te vinden tussen kritische houding en laat zeggen, maatschappelijk engagement. En het is. Nou, u mag het invullen. Goed, dank. We zijn aan het einde gekomen van het openbaar verhoor, meneer Koltek. Dank u wel. Ik sluit de vergadering.